Goeiedag allemaal en heel erg hartelijk welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer eens terug met een random RuneScape video. En dit keer ga ik voor de verandering eens een keer een level 99 halen. Ik hou nog heel even geheim welke het is voor nu. Maar ik moet ervoor zijn in Demonheim. En sommige mensen zullen dan misschien denken, hey, leuk, Dungeoneering. Nee, het is niet Dungeoneering, al ben ik daar net wel ook een level mee omhoog gegaan. Nee, ik ga wat anders doen. Mensen die dit spel kennen, vind ik altijd een beetje groot woord, zullen misschien weten dat je hier ook naar de Elite Dungeon 3 kan. De Rift of Shadows of zoiets was het. En daar ga ik trainen. Ik ga trainen in combat. Ik heb namelijk zicht op mijn allereerste combat 99 en gezien het feit dat ik combat niet zo heel erg leuk vind, is dat best te doen. Ik moet er nog ongeveer 50.000 k van, dus 50.000 XP. En ik heb bonus XP, dus het is op dit moment zelfs maar 25. Dus ik ga naar de Shadow Reef, daar ga ik vechten als ik tot het punt ben waar ik denk van oké, hier kan ik nou even niet verder zonder dood gaan. Dan kom ik terug enzovoort enzoverder. Ik ga even kijken of ik muziek aan kan krijgen. Nou, ik kan op dit moment even niet uitvinden hoe de muziek aangaat. Dus misschien gaat het vanzelf spelen. Oké, ik ga dus de ED3 doen. De Elite Dungeon 3. Ik weet niet precies wat het doel ervan is, maar ik ben hier vooral om de monstertjes te vermoorden. En ik zeg alvast, er gaat heel veel tegelijk gebeuren. Dus verbaas je alsjeblieft niet als ik een hele tijd stilval, want dan ben ik me grotendeels aan het concentreren, zoals nu dus al. Bij deze is het vervelend. Ik heb het idee dat die krabbetjes, deze kleinere, dat die aardig aan je XP knabbelen. Dus ik wil er heel graag voor zorgen dat die er als eerste aangaan. Ja, dan kan ik deze doen, de scouts. Ja, iets dichterbij graag, want dit is mijn tsunami. En dat is een van de fijnste, omdat het ook meerdere targets tegelijk pakt. Met eenzelfde soort XP. Of met eenzelfde soort aanval, sorry. Nou, het kan zijn dat ik af en toe hier in de alt chat een blauw dingetje krijg. Er staat bijvoorbeeld, u heeft zoveel Dark Spirits of zoiets gekregen uit het gevecht wat je net gedaan hebt. Nou, en die krijg je dan op het einde. Ik ga straks helemaal op het einde even kijken wat de buiten is. En dat zal niet heel veel zijn. Normaal doe ik dit met twee of drie andere mensen. Of misschien zijn zelfs momenten dat ik het maar met twee doe. Maar ik heb dus ontdekt dat ik ze ook al zelf best ver kan komen. Wel zeggen, je hebt wel een behoorlijk level nodig om hierin wat ver te komen. Want dit ga je niet doen als je net bent begonnen. Of je moet precies weten wat je doet. Maar ja, je ziet het al. Oh, kut. Oh, Gilnor. Oh, my Gilnor. Oh, my Gilnor. Kijk, dat bedoelde ik dus. Ik heb dus het idee dat die kleinere krabbetjes die halen aardig het XP weg. Even kijken. Nou, dan hebben we die grotere. En je ziet, als je naar de kaart rechtsonder kijkt, dan zie je een soort Minotaurus hoofd. Dat is een baas, maar die ga ik niet doen. Ook al geeft hij echt ontzettend veel XP als je hem verslaat. Maar die is nog iets te krachtig voor mij. Dus die moet je echt wel met iets meer mensen doen. Hoewel, ik heb hem de laatste keer bijna zelf verslagen. Maar dat kwam omdat hij zelf ook niet aanviel. Dus mij valt hij alleen degene aan die als allereerste hem aanvalt. Nou, en als je dus nou naar de bovenste rij kijkt, dan zou je misschien al kunnen raden wat mijn 99 gaat worden. Maar goed. We zullen zien. En dan kan ik natuurlijk een nieuwe banner uitrollen, wat ik heel fijn vind. En ik kan op zoek gaan naar de cape. Ik heb nog niet opgezocht waar die te vinden is. En straks komen we bij een van de lastigste, vind ik. Maar die zorgt er wel voor dat je het grootste XP-deel openmaakt.
Het is wel wat saai zonder muziek, dat moet ik toegeven. Ik snap ook niet waar dat aan ligt. Maar goed, geen zorgen. Oké, nou komt het lastige deel. Want de twee poppetjes die daar staan, daar, die gaan namelijk ook krabbetjes oproepen. En dat is vervelend, want ze vallen zelf ook aan met best wel veel. Dus hier moet ik echt wel goed op letten. Ja. Gewoon zoveel mogelijk eten als ik kan. Pak ze dan, pak ze dan. Ja, kom, pak hem, pak hem. Gaat iets soepeler dan net. Staat er alweer eentje te wachten aan de andere kant van de poort. Kijk, dat bedoelde ik dus met dat je moet opletten, anders ben je zo dood. Yes, ik heb hem. De best defender. Dat was dus de... Daar zocht ik dus naar. Mijn allereerste combat 99. Ik ga hem wel even afmaken. In elk geval dit stuk. Kom op. Pak ze. Pak ze dan. Yes! Nou, dit is dus wat ik wilde. En het is nog net voor dubbel XP. Dat begint morgen, vrijdag dus. Dus dat is fijn. Ja, ik ben er heel blij mee. Eindelijk mijn 99. En dat betekent dus ook dat ik deze titel weer iets mag geven. Of dat ik deze video ook weer een titel mag geven. En ik weet precies welke titel dat gaat worden. Dus ik ben hier heel blij mee. Heel trots. Dit was eigenlijk een van mijn doelen die ik wilde halen. Tijdens de dubbel XP weken. Je hebt 10 dagen om 36 uur op te maken. Nou ja, dat is voor mij te doen. Dus ook al moet ik gewoon in de weekenden werken sinds kort. Maar dat is fijn. Dus ik heb nou mijn 99 Defender. Ik wacht heel even tot mijn teammaatje hem ook heeft. Dan gaan we samen de cape ophalen. Even kijken, waar zit de defense cape? Defense cape RS3. En die kan je halen. Bij Harlan. En Harlan zit in noord van de North of the Fishing Shop from Lumbridge. Goed. Maar dit was dus een van mijn doelen om de 99 defense te halen. Die had ik al gesteld tijdens
voor tijdens de dubbel XP week. Wat nu dus eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Dus ik kan me nou gaan richten op mijn andere 99. En dat is farming. Dus ik hoop dat ik die wel ga halen. Zeker omdat daar tijd in gaat zitten. Dus even kijken. Want dan kunnen we hem open gaan maken. Even kijken. Welke wereld zit ik? Dat kan ik in mijn clanlijst zien. 10 zit ik volgens mij. Dus een beetje de... 10 is samen met 100... 93 is een beetje de... zijn een beetje de Nederlandse werelden die ik het meest gebruikt zie worden. Nou, dat ging nog best snel voor 50. Daar loopt hij. Harlan. Dus nou ja, ik rol straks de vlag voor jullie uit. En dan ga ik heel rustig alvast een beetje farmen. En de volgende video van RuneScape zal dan heel waarschijnlijk... zal dan heel waarschijnlijk het verslag van de dubbel XP worden. Ik wil trouwens heel even een kleine shout-out doen naar de RuneScaper die onder de naam Cash Crash gaat. Want hij heeft er wel een beetje voor gezorgd dat ik dit weer een beetje heb opgepakt. Dus hartelijk bedankt. Ik kwam hem laatst tegen in de Farrock Mine. En toen hebben we een beetje gekletst. Ik heb hem uitgenodigd in de clan. En nou ja, in elk geval bedankt voor het zien als je het ziet. Maar goed, 99 defense. Ik had eigenlijk verwacht dat Magic mijn eerste combat 99 zou worden. Ik ben sowieso niet heel erg fan van combat. En ik wou het in eerste instantie combineren met Slayer. Totdat ik op een gegeven moment de task Devil's Snare kreeg. En dat was niet echt heel erg fijn, gezien het feit... dat die dingen best wel moeilijk te killen zijn. Maar ik heb er wel dit aan overgehouden. Dit is de Tuska Ward. Dit is de Tuska Ward ability. Die kun je krijgen als je een bepaalde minigame speelt. En daarmee kun je bepaalde slay monsters met een 10.000% van jouw slayer level aanvallen. Nou, fantastische ability. Ga best. Nou, doe niet zo moeilijk, man. Joehoe. Wacht even kijken of ik... Joehoe. Hey, daar is de griezelbus. Nou, let's go. Dus even kijken. Nou, die gaat mooi samen. Nou, dan gaan we naar Prithian. Eigenlijk niet een hele lange video, maar goed, dat mag ook wel eens een keer. Ik had eigenlijk gedacht dat 50.000 XP iets langer zou duren. Maar goed, dat gaat in E3 blijkbaar redelijk snel. Zelfs als je het alleen doet. Waarschijnlijk gaat het met een groep sneller. Maar ik had eigenlijk verwacht dat ik daar wel iets langer dan één... Sorry. Ik had eigenlijk verwacht dat ik daar iets langer nodig voor had dan een halve dungeon. Maar goed, ik ben nu een meester in defense. Even kijken, waar hangt de... defense banner. Daar, die volgens mij. Oh, wacht, wacht. Ja, tuurlijk. Sure, ik ga terug. Ik kom terug.
Sure, why not? Ook voor jullie, blijkbaar. Vlaggetjes beginnen stukje bij beetje uit te komen. Even kijken. Ik ben nou vergeten om te lezen wat de ability was. Even kijken. Dus we moeten op zoek naar een bepaalde emotie. Hoe heet die? Safety first, dat is het niet. Pulled away. Is hem ook niet. Ja. Fijn, maar ik moet hem eerst zien te vinden. Check cooldown, boost. Oh, hier, emote. Nice. Nice. Dit gaat waarschijnlijk nog wel even door. Ah. Even kijken, heb ik iets van een klap-emotie of zo? Ja, clap, clap, clap. Dus, nou ja, tot zover de video die korter is dan dat ik had verwacht. Ik ga lekker bloemetjes poten. Dus ik zou zeggen tot later. Tot ziens.